Een hele goede morgen. Het is zaterdag. Wat een heerlijk weer, joh. Zonnetje schijnt. Dus het plan van vandaag was eigenlijk, je ziet hem achter mij al staan. Onze vouwwagen. En het plan hiervan is dat wij dat even gaan lekker opzetten. Gewoon zo meteen hier zo voor. En dan gaan we lekker luchten. Ik moet nog wat dingen met de keuken doen. Dus dan is het allemaal, mooi klaar. Voordat we weggaan straks. En dat zal dan... dat zal straks de spier gaan. Dan hebben we het klapweekend. Dan komen echt allemaal vouwwagens en al dat spul. Dus ja, super veel zin in. En we nemen uiteraard onze nieuwe camera mee. Deze waar ik nou mee film. En we hebben nog een GDI. Dat is zo'n actiecamera. Die nemen we ook mee. Dus dat komt allemaal goed. Maar goed, als we straks hem gaan opzetten, dan dat zullen jullie het allemaal wel zien. Zo, inmiddels hebben wij de vouwwagen uitgeklapt. Ik zal even laten zien. Kijk, inmiddels staat die mooie keuken staat eraf. Het keukentje, ga ik hier opzetten zo meteen. Dat is een oud ding, een oude statief, goed voor het aquarium. En daar ga ik dus opzetten, want dan kan ik een mooie hoogte voor die pootjes even te bekijken. En ik moet hier even naar kijken. Kijk naar deze ding, want dit maakt toch een, dat zit al zo vast. Dus moet ik eens even kijken hoe dat zit, want er zit een pennetje onder. En dat houdt hem tegen, denk ik. Maar goed, dat zien we straks wel even. Maar ja, eerst even die vouwwagen, jongens. Potverdikkie. Na zo'n lange tijd staat hij weer. Beetje veel zon, maar dat zoals dit ook. Dit ga ik allemaal even weer loshalen zo. Kijk, dan kan hij maar zo naar boven. Dus dan, zo. Maar goed, dan gaan we zo even naar boven doen. Kijken of we dat zo kunnen regelen. Ja! Kijk, dan heb je mooi hoog gaan. Dan kan alles lekker doorwaaien. Lekker. Kijk, deze ligt nou op dak, maar dat zit er maar voor. Ja. Maar dan staat hij alweer. Op naar het weekend, zometeen. Nou, wat een heel lang weekend, want woensdag gaan we weg. En dan gaan we lekker opzetten. Dus dan gaan we naar een klapweekend. En dat klapweekend, dat wil zeggen. Er staan er alleen maar vouwwagens op de camping. Er zit een camping in Spier. Dus dat is nou 20 minuten rijden, denk ik, vanaf hier. Dus dat zijn we ook zo. Ja, er staan er alleen maar vouwwagens. Ja, leuk. Tenminste, dat denk ik, want het is onze eerste keer dat wij naar zoiets toe gaan. Dus we zullen het zien. Ja, nou, wasbakje. Ja, allemaal even schoonmaken straks. En, gasfluisje. Ja, alles even lekker schoonmaken. En dan kan het lekker luchten. Ja, perfect. Maar goed, als hij dadelijk erop staat en ik ga met die pootjes bezig, dan zal ik het jullie wel even laten zien. Kijk, wat ik nou ga doen. Dat zijn deze pootjes. Deze. Die ga ik even wat laten zakken. Want anders heb ik deze twee heb ik dat al gedaan. Ik moet hem wel even opmeten van vanaf hier naar daar. Of het allemaal even hoog is. Maar aan de andere kant hebben we daar hetzelfde verhaal. Kijk, en dat ga ik dus even doen. Dan ga ik eens even kijken hoe het allemaal zit. Want deze is natuurlijk helemaal verbogen. Die is niet goed. En deze is ook niet goed. Zie je dat? Dus die moet ik even gaan vervangen. Volgens mij heb ik al wel van die dingen. Dus dat ga ik even doen. Maar voor de rest staat hij hier mooi op. Kijk eens hoe mooi. Ja. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen. Kijk, ik kan overal mooi bij. Nou, dat is helemaal super. Dus ik heb het meebandje gepakt en dan gaan we het even fixen. Nou, deze ging heel makkelijk. Deze was
pakketje van losdraaien, dus dat moet bij deze ook lukken, denk ik. Ik kan hem zo losdraaien. Ik heb het pootje eraf. Kijk, dan kunnen we eens even kijken hoe dat zit. Ik denk zelf namelijk. Gewoon een kwestie van. Ja, ik heb nou even een hand tekort. Ik ga je even neerzetten. Ga je eventjes neerzetten. Je hebt een statiefje en dan kan je dat zo mooi neerzetten. Kijk, want ik denk namelijk dat het gewoon een manier is van kwesties van losdraaien. Want het is gewoon een beetje verbogen. Maar dat hoort namelijk niet zo. Kijk, het is helemaal. Zie, het is helemaal verbogen. Dus ik denk dat deze wel, deze moeten we vervangen. Het ligt volgens mij in het aanrecht, ligt volgens mij nog wel. Dus moet ik even kijken of ik die, dat ding los krijg zo. Ik weet niet, moet Floor even kijken denk ik. Floortje! Moet even Floor even ophalen, die moeten we maar even. Floor? Ja? Wil je even helpen? Moet even kijken of we de. Of we de keuken los krijgen zo. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want daar ligt hij volgens mij in. Dus gaan we even kijken of we de keuken los krijgen. Oh, word ik ook gefilmd? Kijk, want daar staat de keuken. Nou, maar even kijken of het lukt hoor. Goedemorgen. Ik mag ook mijn kunsten vertonen. En wat wou je? Keuken los. Maar dat zijn hele andere. En dan kom ik pas tot straks van een oeh, geschikt ervan. Ik kom straks toch nog in de buurt van een hoe werkte dit ook alweer? Zo hè? Ja, zo. Vind je hem dicht? Ja. Dat is hem. Nou, verder nog hulp nodig? Deze is natuurlijk veel groter. Maar dan moet ik even kijken of het... Kijk, die andere is veel groter dan deze. Dan moet ik even kijken of het werkt. We krijgen het er nooit omheen natuurlijk. Wij gaan even prutsen. En dat moet toch klaar. Toch? Want ik heb hem er nou af, dus dan moet je klaar ook. Je hebt tijd, hè? Ik bedoel, dan komt niet 1, 2, 3 klaar. Ja. Nou, ik ga koffie. Maakt niet. Doe maar eens even. Het moet ook ondertussen gezocht worden voor de inwendige. Maar kijk mensen. Links is de oude en rechts is de nieuwe. Kijk, er zit een verschil joh, hoe groot als het is. Dus is waarschijnlijk helemaal verbogen geweest en zo. En misschien dat ik hem recht kan buigen, dat gaan we eens even proberen. Dat zien jullie zo. Kijk, ik heb hem recht gebogen zonder dat hij stuk ging. Knap voor mij, hè. Normaal krijg ik altijd al een stuk. Ja, dan gaan we die erop zetten. En een beetje ongeveer dezelfde hoogte als deze. Nou, dan draai hem. Kijk eens maar aandraaien. Ja, ongeveer dezelfde hoogte. Zo ongeveer. Denk ik. Hey. Ik draai hem aan. Vast. Is het keukentje ook wat hoger? Want ik krijg. Want ik merk toch wel dat als ik. Als ik aan het koken ben, dat ik toch wel wat last van mijn rug krijg. Dus maar, super. Nou, is dat ook gefixt. Nou, ik wil verder de boel schoonmaken en zo. En, ik heb lekker luchten vandaag. Vandaag lekker de hele dag thuis. Dus, heerlijk man. Boel schoonmaken. Zand er even af van de vorige keer. Want er staat, ik heb in een oude kast staan, zeg maar. Een oude tuincentrum. En,
Ja, daar is hij. Daar was het zo warm en stoffig en zo. Dus vandaar dat wij dat nou even schoonmaken en zo. Want zoals mijn dekzeil ook, dat zag er ook uit, joh. Dat is allemaal stof. Maar dat geeft niet, een buitje regen en het is weer weg. Dus dat is allemaal niet zo erg. Maar ik geloof dat we eerst geroepen worden voor de koffie. Dus, nou, eerst even een lekker bakje doen. Kijk. We hebben alles al schoon. Dat tussenpaadje wil Floor nog een keer doen. Zeg maar. Maar voor de rest is alles schoon. Onder de hek. Het is allemaal weer. Natuurlijk zit allemaal wel wat aanslag aan en zo. Maar ja, ik bedoel, hij is ook van 98, hè. Dus dan mag het ook. Nou, ik heb even gelijmd. Deze dingen die zaten los. Kijk, die heb ik even weer. Weer vastgelijmd met textiellijm. Nou, dat gaat wel mooi. Dat zit vast weer dus. Ja, hoe vast weet ik niet. Ik heb voor de zekerheid bij de Gamma even een nieuwe gehaald. In ieder geval zeker zijn dat het wel goed vast zit. Ja, hier zat ook eentje. Oh nee, die zit wel vast nog. Ja, ik dacht dat er nog eentje los zat hier. Maar dan weet ik niet meer waar dat was. Maar goed. Dat zit in ieder geval weer. Dan gaan we het straks weer inklappen. Als hij droog is en dan. Eerst maar even het pijpje goed maken. Kijk, deze heb ik ook weer gelijmd. Hier zijn ze vanaf. Dus. Ja. Het is alles weer mooi schoon. Hey Floor? Ja. Oh, jeetje. Oh. Nou, laten we het tussenpijpje nog even mooi drogen. En dan gaan we weer inklappen. Zal eens kijken of ik jullie een mooie locatie kan laten zien hoe wij dat doen. Even kan op een mooi plekje neerzetten. Ja, dat kan daar misschien. Op het tafeltje wel. Ik moet even nog. Ja, nou eerst maar dat even drogen. Hè Floor? Ja, dat is belangrijk. Zo. We gaan hem inklappen. En nou komt soms dit favoriete onderdeel, maar niet dus. Iets waar we altijd veel plezier aan beleven. Vertel meneer. Een plan de campagne. Ja. Ik wou mijn spieren gaan gebruiken.
water die heb ik gebracht. Nou, toen was het tot dusver. Zullen we de keuken er even bij voor? Dit is het zwaarst van allemaal, maar het lukt. Zo. Zo blijkt me weer. Dat was hem dan. Kan het deksel er zo meteen op. Yes, toch wel een goed team samen. En dan is hè? Hij klaar. Toch wel een goed team. Dan mag het zo, Voortje. Hè? Ja. Ga de pootjes er even onder doen en dan toppie. Joepie. Zo, tentdoek. Of de doek zit er ook om, zoals jullie zien. Ja. En de pootjes nog even omhoog en de plek. En dan is hij klaar voor vertrek. Ik ben aan het rijmen, hoor je dat? Dus ja, dan is hij klaar. En dan kunnen we zo binnenkort weer weg met de vouwwagen. Dus bij deze sluiten wij. sluiten wij de vlog af. Ja. Ze zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Jo. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En doe zeker het duimpje omhoog. Hey, dankjewel. Doei. Bye bye.